Lekker man, daar is die Fortnite tongen. Lekker opscheppen, pik. Tot het begin heb ik het zoveel gespeeld en was ik gelijk de beste van de wereld. Hey, stormgek. Hey. Wat is dit? Hoe krijgen we dit voor elkaar? Yes, daar zijn we weer op het kanaal van For the Players Playstation QC, je host. Jawel papa, ik ben er nog steeds. Aflevering 2. Vorige keer heb ik verloren, maar hey, gelukkig heb ik meerdere kansen. Dus ik ga weer de straat op om te kijken of ze hun grote mond waar kunnen maken. Dit is For the Players QC versus de rest. Let's get it papa, jawel. Oké, jongens, hele simpele vraag. Spelen jullie wel eens Fortnite? Ja. Ja. Ja, sowieso man. Ja? Ja. Wie is er beter van jullie? Ik. Sowieso. Ja? Waarom is hij het beste? Hij is allemaal kapot slecht. Ben je goed? Nee. Omdat je zo goed bent? Ik weet het niet. Okay, wat zijn je meeste kills? 15 volgens mij. Wat? Wat is je killstreak? Dat je iemand doodmaakt toch? Ja, maar zeg maar je record. 2, zo. 15? Ja. Oké, lekker man. Je gaat dik papa, jawel. Solo niet zoveel. Ik speel vaak met vrienden, omdat solo... Ja, dus je moet gecarried worden? Ik carry meestal altijd met Matties. Oh, daar komt die hoor. Lekker man, daar is die Fortnite tongen. lekker opscheppen, pik. En waar strijden. Ja, hoe oud ben je? 15 man. 15 en snor bro. Ja. Hoeveel wins heb je? 800 plus. 800 plus? Mannen gaan dik. Ik ga even naar je vrienden kijken, man. Hij ligt. Nee, hoor, serieus. Ja? Serieus. Stel je voor, je zou mij tegenkomen. Zou je mij killen? Makkelijk. Wat een mannetje. Makkelijk. Ja. Ik denk dat ik jou kapot zou maken. Ik heb het op het begin heb ik het zoveel gespeeld en was ik gelijk de beste van de wereld. Van Nederland in ieder geval. Dus... Was je de beste van Nederland? Ja, ik zou jou sowieso koud maken. En ben je een beetje goed met snipen ook? Ik kan wel snipen. Oh, meneertje is goed in alles. Meneer, ik kan goed snipen. Ik carry mijn Matties. Ik kan dit bouwen. Ja, man. Ah, tuurlijk. Dat kan die ook goed. Jij kan alles goed, man. Wat is je favoriete wapen? Op dit moment wel die pump, die terug is, man. En drumgun. Die schietding. Ik ben klaar met vandaag, want die schietding, tuurlijk. Oké, je kan of naar school gaan of een toernooi doen in de middag. Wat doe je? Toernooi. Ik ben nog geslaagd, man. Je bent geslaagd? Ja, zeker. Gefeliciteerd. Dankjewel, man. Maar waar je niet geslaagd in bent, oh, dat is een heel mooi bruggetje. Dat is jezelf bewijzen, man. Want ik ben vandaag van plan om mensen mee te nemen naar de studio. Om te kijken of ze hun praatjes waar kunnen maken. En je kan prijzen winnen. Onder andere een PlayStation. Jawel. Oh, dat is wel dope, man. Ja, maar ga je mee? Tuurlijk. Ja? Ja. Lekker man, papa. Lekker man. Even kijken wat deze praatjesmaker gaat doen. QUCEE, je hebt me uitgedaagd. We gaan het zien man, ik ga je helemaal inmaken. Hier zitten we dan, in de beruchte studio. En bro, toen ik je buiten sprak, nou, je vond jezelf wel goed. Ja. Maar ik heb ook ergens het gevoel dat je echt goed bent. Ik bedoel, hier heb je een shirtje al aan. Staat dit gewoon gelijk aan alle victories die je hebt gepakt? Sowieso man. Of heb je er meer? Misschien wel meer. Oh, je zit nog steeds vol zelfvertrouwen hè? Zeker. Bro, de regels zijn hartstikke simpel. Ja. We gaan een duo doen. Wie gaat het langs volhouden? En die gaat winnen man. En we mogen elkaar afleiden. We mogen allebei 1 keer op deze knop drukken. En dan ja, gebeurt er iets geks man. Misschien worden de ballen naartoe gegooid. Misschien komt je schoonmoeder. Dat zou wel echt erg zijn, hè? Ja, dat zou wel. Oh, ja, bro. Voor mij ben je er echt klaar voor. Ik ben er zeker klaar voor. Ja. Helemaal ready. Ga je winnen van mij? Tuurlijk. Oké, bro. Ik ga gewoon straight met je zijn. Let op, we gaan wel met elkaar eruit. En ik ben er voor je. Maar ik ben er ook niet voor je, snap je? Tuurlijk. Hebben we bezoek of? Ja, maar ik zie eentje boven jou. Oh, hier eentje boven mij. Hey, ik ga de weg kwijt. Oh, hier zo. Ik ga helemaal rechts, man. Oh, hij landt naast ons. Huisje naast ons. Oh, papa heeft een shotgun. Jawel. Lekker hoor. Oh, een kistje. Oh, ik heb combat. Hey, kom naar mij toe, Ah, hij checkt weer. Lekker man. Ik heb ook een shotty voor je. Echt? Ja man bro, kijk, dit bedoel ik. Snap je? Ik zorg voor je man bro. Zo. Ja toch? Ik hou van je. Zeg maar, op zo'n moment moet je dan terug zeggen, ik ook voor jou. Ik ook voor jou, Q. Ah, lol man bro, kijk. We komen ergens man bro. Oké man, hopen dat hier iemand zit. Kunnen we hem afknallen. Kijk, lekker man. Vol zelfvertrouwen. Ik hoor het erop. Zo, thanks man. Alsjeblieft man, ben je vol? Nou, vol ben ik sowieso man bro. Heb je mijn buik ooit gezien? Man. Maar je naam is dus Syd. Ja man. Ja, ik heb... ik krijg vaak naamgrapjes over Syd. De hele dag door. En staat het je een beetje aan? Ik ben echt kinderachtig, joh. Ik ging een keer fietsen naar school. Ja. En er was een vrouw en die had een hond. Ja. En ze zegt Syd toch, omdat ze bij een weg gaat komt. En ik kijk om. Ik denk, hey, die ken ik allemaal niet, man. Ja, dat vind ik mooi. Maar we lachen niet uit, hè, bro. Nee, het is... Ik zie gewoon dat Brody me ook allemaal in, bro. Hé, hey, stormgek. Hé, hey. Wow. Hey, we hebben niet opgelet. We moeten redden. We hebben niet op, bro, het is jouw schuld. Gaan we het redden? Ik wel, man. Ik heb gliders. Wat heb je? Gliders, man. Ja, bro. Geef mij ook even... Ik kan ze niet splitten, man. Dat is kut. Oh, ik red het wel. Ja? Ja man, ik ga wel echt pijn lijden. Maar ik weet niet, het is nu toch alweer op 60%. Jongens, dit wordt spannend. Kan er even een spannend muziekje in komen? Even een spannend. Gaat QC het redden? Ik heb sowieso al bandits voor je man. Oh, lekker man. Nu zijn het zeg maar heel spannend muziekje. En kijk, nu heb ik het gered. Ho. Dan ben ik toch goed. Okay, dan... We gaan de knop indrukken man. Wat? Even lastig maken voor je toch? Het is een beetje te rustig, ik kom niks tegen. Dit? Gekke bouwvak. Hé man. Hey. Oh! Wow. Wat heeft het allemaal uit? Ik ben echt aan dat ik dit man. Moet je ontslagen worden of wat is dit? Ja, sorry, het was een beetje te rustig. Ik dacht, gewoon een beetje spanning in de strijd. Oh, die storm komt er weer bijna aan. Nee. Ja, kom rennen, man. Anders ga je weer damage pakken. Hoor ik je van je achternaam, dan? Zoon. Zit zoon. Hé bro, je staat stil. Kijk uit, Nu begint het. Het gaat gebeuren. Hé, ik heb hier iemand. Ja? Ja. Ga ruim door. Hij is de luchtstraal ingegaan. Oké, we moeten even. Waarom is iedereen voor ons aan het vluchten, man? Waarom is dat zo? Oké, waar wil je heen? Ja, laten we in ieder geval naar de cirkel gaan. Oké, bro, die moet weg. Oh, hier zijn dikke fights, gast. Waar? Daar zo? Ja, precies. Oké, ga erop af, goed. Ik kom eraan. In de fight? Ja, er zit iemand bij me. Hey joh, gek. Ja, bro. Ah, damn. Oh, hier komt niks meer. Ah, hey, waar is die bladblazer van dit? Ik ben doodgemaakt, man. Zo, wat is dit? Hey, kan je mijn kaartje pakken nog? Ja, bro, dat kan ik nog wel doen. Zo, je bent wel neer, man, bro. Zo, ik heb je goed afgeleid, man. Kijk. Hij zit daar nog, Je mag zelf weten wat je doet, man. Lekker. Wow, zou ik je gaan redden gewoon? Als je kan, man. Ik zou nu wel naar de cirkel gaan, ofzo. Wow, je zei dat je goed bakt en... Oh, damn. Bouw. Bouw platform onder. Wow, ik probeer jou te redden. Hé, hey, ja zeker. Nee! Dit mag niet. Hé, hey, dit is jammer man. Ja, dat is super jammer man, bro. Je ging wel als eerst dood man. Helaas wel. Maar we hebben bijna geen kills. Bro, slecht nieuws. Je hebt verloren. Jammer. Ik bedoel niet zeggen dat ik het echt per se goed deed, maar ja, jij ging wel eerder dood, man, bro. Ik had een goede afleidingsmanoeuvre erin gegooid. Toen zag je niks meer. Ging je dood, dus dan kan je het ook lekker de schuld daaraan geven. Maar we zijn niet de beroerste. Je mag misschien niet aan het rad draaien. Maar je krijgt wel een goodie bag. Ah, thanks, man. En er zit een hele leuke game in. Is toch een mooie prijs? Misschien wel een mooiere prijs dan wat je hier op het bord... Misschien wel, man. Ja, toch? Sommige. Nou, bro, ik wil jou bedanken. Sowieso, man. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, te subscriben. En dan zien we jullie de volgende keer. Ik hou van jullie. Skuda! Ja. Gooi even een jaartje één keer. Ja! Nee, ja! 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 Die was goed, man. Lekker, zeg.